Ondertussen hebben we weer het een en ander besteld. Wauw, alle vuurpunten uit. Ik probeer altijd mijn emoties in muziek te zoeken. En dit was weer zo'n momentje. En je hebt natuurlijk maar één kans. Dat maakt mij zenuwachtig. En dit is wel echt het ultieme kerstlandschap. Ik moet zeggen, ik ben wel een beetje trots op mezelf. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve patatties. Welkom bij weer een nieuwe video. We zijn alweer druk in de weer. Het is inmiddels om middag. Sergio moet weer werken vandaag. Jesse Silver is met dit rotweer naar de rugby geweest. De buurman heeft ze meegenomen, dus dat was heel fijn, want het gaf mij weer de gelegenheid om het huis een beetje weer aan kant te maken. Ondertussen is Jesse Silver weer terug en zijn we lekker in bad geweest. Maar ja, als Jesse Silver weer terug is, dan wordt er natuurlijk weer van alles verbouwd. En zo heeft hij weer een monkey town gemaakt. Nou, maakt niet uit, hartstikke leuk. Hij is nu bezig met de Sinterklaasfilm. En dat geeft mij gelijk weer de gelegenheid om de bank gewoon weer even goed te stofzuigen. Want vorige keer is dat er niet van gekomen. Maar nu ga ik het wel echt doen. Ik heb gelijk even zo'n opzetstukje gehaald waar het toch wat makkelijker dan mee gaat. Sergio die heeft gisteren lekker brood weer gemaakt. Maar ook een maisbroodje met ham en kaas erin. Dus die ben ik lekker even aan het warm maken. En dan ga ik daar ook even van smullen. Eerst de bank. Zo, ik ben echt helemaal naar de getvar. Ik heb heel het huis schoongemaakt, gestofzuigd, gedweld, wc schoongemaakt, wasjes gedaan, de hele bank eraf, helemaal gestofzuigd en weer erop. Jesse Silver bezig houden. Dus ik zit nu even relaxed in de koffiecorner. Genieten van mijn mannen, want Sergio die is weer lekker thuis. En die is nu op de oprit aan het rugbyen. Ondertussen hebben we weer het een en ander besteld, dus ik ben benieuwd wanneer het binnengekomen. We hebben spotjes besteld voor in ons perkje, zodat we een klein lichtrijtje hebben eigenlijk. Een nieuwe lamp. Voor buiten, althans niet het werk eromheen, maar echt de lamp zelf, zodat hij wat warmer is. We hebben twee extra spotjes besteld die we nog op de rails moesten doen. En voor de overloop hebben we een lamp gekozen met hout en wit. Omdat op de eerste verdieping werken we toch iets meer met de witte kleuren. En beneden vooral meer het zwart. En we gaan nu nog op zoek naar een lamp voor boven de bank. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik heb zitten kijken naar iets wat echt donkerblauw is. Maar ook naar lampen die hetzelfde zijn als boven de eettafel. Het is nog een verrassing wat het gaat worden. Want ik weet het zelf nog niet. Ja, vriend.
Hey. Wat gaat papa doen? Deze maken. Oh, je cadeautje van Sinterklaas, die was alweer kapot. Ja. Dus een nachtlampje. Hele kleine stroomdraadjes. En deze is losgekomen van dat puntje daar. Dan gaan we dat puntje gaan we smelten. Ja. En dan gaan we deze stroomdraadje daarbij plakken. Yeah. Oké. Ja? Oké. Nou, dan gaan we dus deze een beetje draaien. Ja. Zodat alle draadjes bij elkaar blijven. Ja. Ja. En dan ga ik met deze. Ja. Ga ik dat puntje daar. Heel voorzichtig smelten. Ja. Tessie, Tessie, kijk uit, want het is heel heet. Nee, weg met die hand. Dan kunnen we met je naar het ziekenhuis, dus als je die aanraakt. Nou, ik heb geen idee waarom die niet loskomt, maar misschien is het andere tin. Dus ik gebruik gewoon deze. Maar dan heb ik eigenlijk, denk ik, jouw hulp nodig. Het smelt het tin, die zet ik dan daarbij. Hey. Het is fragiel spul, maar als het goed is, het is gelukt. Ja, en dan ga ik hem ook gelijk vastplakken, want hij zat er helemaal schuin in, dus hij is uitgevallen. Ja. Dan ga ik hem gewoon vastplakken. Want de contactjes zijn echt heel broos. Maar het is gelukt. Yay! Yeah! Ik wil die erop doen. Gewoon weer even in de gekke bui. Ga je met je thee aan het zetten? Ja. Ik hou van jou toch? Ja, weet ik. Heel veel. Ja. En ik probeer altijd mijn emoties in muziek te zoeken. En dit was weer zo'n momentje. En je hebt natuurlijk maar één kans. En ons liedje blijft natuurlijk altijd Simply Red. Maar ook die ging finaal de mist in. Met een knijpte valse gitaar. En ondanks dat ik heel veel heb geoefend voor iemand die geen gitaar speelt en dan ook nog eens daarbij gaat zingen. Ja, dat was gewoon gedoemd om super schattig te zijn. Ik heb inmiddels alweer een knijterdroge bek. Dat maakt mij zenuwachtig. Ja, maar normaal gesproken heb ik wel iets van backup voor tekst. Ja. Inderdaad. En nu niet. Mm-hmm.
until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Vroeg op moet. Even een beetje quality time, hè, Poppie? Met onze favoriete show. Perfecte plaatje. Sergio heeft er weinig van meegekregen dit keer. Maar, ik heb er geen enkele hele aflevering in. Nee. Maar goed. Even deze afkijken, als je het goed vindt. En dan gaan we even onze film afkijken waar we gisteren aan begonnen waren. Ja. Oké. Okay. Wat staat er scherp? Ja, volgens mij. Ja, ik denk het. Ik hoop dat de beelden een beetje gelukt zijn dan. We zijn in het land der wonderen. Cher visiteur. We zijn bij de Efteling. Er staat er wel even zin in. Het is miserig. Volgens mijn broertje, die werkt hier, verwachten ze zo'n 5000 gasten vandaag. Ik denk dat het perfecte dag is. Niet te druk, niet te warm. Huh? Ik denk dat het keihard gaat regenen. Exact helemaal. Luca, is er nou nog echt een attractie waar je zegt van, als ik naar de Efteling ga, dan wil ik daar nog altijd elke keer in? Mijn attractie.
Symbolica. Oh, de Symbolica. Maar dat was vroeger Droomvlucht, toch? Nee. Nee? Symbolica. Ja. Daar ben ik volgens mij niet eens in geweest. Jawel, de vorige keer, want stonden we daar stil. Daar ben ik in geweest. Ik weet het niet meer. Stonden we daar stil? Niet. In het donker? Ik weet het niet meer. Ja. Hoor ik dat de muziek? Ja, ik hoor de muziek. Waar komt dat daaruit? Het komt overal vandaan. Wil jij je kind terug? Nee, ja. Mooi, hè? Ik hoor het. Muziek. Nee. Ga je wel rot, kap jij? Hè? Nee. Oh, jee. Hallo, rot, kapje. Hoi. Heb je een beetje zin in vandaag? Kijk maar aan. Dat is een grote. Thank you.
Of is het een bultrug? Weet je nog? Strompelen. Het is en droog, dus dat is super chill. En we zijn eindelijk in het Sprookjesbos. En Jessie is door het dolle heen. Bos. Toen ze aanbelden, begon Krakeeltje de tamme kraai. Er was wel reden voor, want de grote boze wolf was grootmoeders huisje binnengekomen. Wie ligt daar in bedjes? Grootmoeders naad hem aangetrokken. Het is niet heel goed dat hij erin zit, vind ik. Okay.
verder, Jesse. Ja. Oké. Okay. Ja. De avond is inmiddels gevallen. En het is donker. We zijn nu in de winterweide van de Efteling. En dit is wel echt het ultieme kerstlandschap. Lijkt een beetje op die kerstdingen in Duitsland. In Duitsland, ja. Overal kerstbomen. Oh, ik hou ervan. En kaneelbroodjes. Het is toch zo gezellig, die bomen met lichtjes en die muziek. Super. En het... Ja, dat vind ik een beetje niet, hè. Hallo! Ik weet niet wat de Grinch hier doet, maar... Kijk wat. Ik denk dat ik dan drieballen ga kloppen. Dit is toch fantastisch mooi, hè? Kijk, vuurkorfjes. Schat, ik vind die vuurkorf iets voor bij ons. Ja, nou, ik zat inderdaad te denken, ja. Dat is wel echt kicken, hè? En als het goed is, zijn Luca en Jano hier ergens aan het schaatsen. Zet hem op, Jano. Moet jij die schaatsen? Ik heb een camera halen. Hey. Hey Jesse. Ja. Om te schaatsen? Ja. Ja, dat gaat niet, schat. Welke maand is hij? Hey, kan je? De Efteling toerist. Wij hebben vanmorgen voor jou een lolly. Ben je klaar? Heb je tante Elena gehad? Ben je klaar? Ga toch weg, joh, jij. Moe, maar voldaan zijn we weer thuis. We hebben echt super lang in de Efteling gelopen. Ik moet zeggen, ik ben wel een beetje trots op mezelf. Want we hebben gewoon ongeveer 10 kilometer gelopen. En dan denk ik, jeetje... Zulke momenten denk ik echt, aan de ene kant voel ik me normaal en aan de andere kant denk ik, vorig jaar kreeg ik mijn laatste chemo-infuus, weet je wel. Dan ben ik gewoon toch best wel trots dat ik gewoon zo'n hele dag lekker met mijn gezin en familie daar rond kan lopen. Ik moet wel zeggen, mijn voeten zijn wel aardig kapot, ik heb wel gewoon spierpijn, maar verder gaat het goed. Wat een beetje onhandig was, is dat... Ho. Gaat het? Moet ik helpen? Ah, net. Oh, dit was ook een hele spannende. Nou, ik was dus aan het vertellen wat een beetje onhandig was. Is dat wij een hele grote bestelling hebben gedaan bij onze Favo thuisbezorgwinkel Bedon. Terwijl wij in de Efteling stonden. Dus onze lieve, lieve buurman die heeft het aangenomen... En een groot gedeelte zelfs voor ons in de vriezer gedaan. Dus, nou ja, die is echt weer helemaal vol.
En de rest hebben we in de schuur laten zetten. En daar bleken dus ook nog gewoon 3 hele dozen te staan. Anderhalve dozen. Oei, oei, oei. Wij kunnen weer vooruit voor 1,5 maand, zoiets denk ik. Echt ongelooflijk veel boodschappen gedaan. Maar het gave is dat je ook gewoon echt hele grote hoeveelheden kan doen. En wat wij eigenlijk doen, is over het algemeen alles gewoon in de vriezer. Want de prijs is gewoon super goedkoop. Hele grote hoeveelheden kan je bestellen. Ze zitten vaak wat dichter op de verloopdatum. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want als je alles invriest en gewoon pakt wanneer je het nodig hebt, dan maakt het dus helemaal niet uit. Dus wij zijn fan. 3-dubbele vriezer aanschaffen. Ja, dat dan weer wel. Ik ben er zo blij van. Ja, we hebben 2 10 liter ijs voor 4 euro. Ja. Ja, precies. Daar worden wij heel vrolijk van. Een aantal flessen olijfolie. Kan natuurlijk niet missen. Kijk, en dit is wel leuk. Dit is volle melk. Maar is Lidia. Dat is echt een heel bekend merk in Italië en Duitsland volgens mij ook. Ja, want zij doen dus best wel vaak wat meer Italiaanse producten er ook bij, hè? Ja. Zo, er staat alweer een hoop in de koelkast. Die moesten we ook even reorganiseren om alles kwijt te kunnen. Even een fast forward, want we zijn al 1,5 doos verder. Zo, dat is een, met recht een color reus. Oh, dat was dat drankje dat we wilden proberen volgens mij. Can I buy me a ticket to the tropics? Nee, ik denk 1 keer. Nee. 1 keer goed, 1 keer goed. Can I buy me a ticket to the tropics? Cotton candy. Ja, oh, ja, leuk. Heel leuk. En heel veel. Spaghetti. Oh, hier nog een lekkere. Lekkere geurkaas. Ik denk als je daar gewoon een lekkere vodka bij doet. Oh ja. Soort van mojito. Nu de koelkast even heringedeeld. Er staat al het een en ander in. Dus daar komt nog een heleboel bij. En zoals ik al zei, ja, de vriezer zit helemaal stampetjes vol. Dus wij kunnen wel 1,5 maand vooruit zoiets. Op zijn minst. Er zijn altijd een paar kleine dingetjes die niet iedereen heeft. Bijvoorbeeld wij drinken heel veel Slimpy. In onze soda stream, zeg maar. Dus, ja. Maar verder... Verder gewoon de vers producten, zoals wat fruit en melk en koffie, dat soort dingen gaan tussendoor wat vaker op. Ja. Dus die moeten we dan nog halen, maar de rest kunnen we inderdaad wel... Even vooruit. En we zijn ook nog vergeten dat er nog 50 hamburgers bij de buren liggen. Ja, ook nog. Ja. Dus, wil jij 5 euro korting op een bestelling van minimaal 70 euro, ga dan naar butlon.com. En gebruik de kortingscode INF-SERG, dus S-E-R-G, 5 euro voor de korting. Toch altijd fijn als we ook iets terug kunnen geven aan de mensen, vind je niet? Ja, zeker. Dat voelt gewoon fijn. Het is gewoon fijn. Fijn. Voelt gewoon goed. Nou, wij gaan... ook goed voelt. Slapen. Slapen, ja. We gaan lekker afsluiten. Het was denk ik een volle vlog. Ja. Maar hopelijk hebben jullie weer genoten. En vergeet vooral niet te abonneren. Zeker te weten. Hè? En doe dan ook nog even een duimpje omhoog. Ja, ook altijd wel even dat duimpje fijn. Omhoog. En, ja. Wij zien natuurlijk wel heel graag jullie reacties. Ja. Zo is het, hè? Ja. Zo is het ook. Zo is het ook. Tot de volgende video.